Goeiedag, mijn naam is Pieter van de Pre voor de Viesman Academy. En welkom op onze presentatie van de basiswarmtepompen scholing B3. Als we over warmtepompen spreken, is de selectie van de warmtebron zeer belangrijk. We hebben keuze uit drie verschillende manieren van warmtebronnen. Eén is grondwater. Bij grondwater gaan we water gebruiken uit rivieren of rechtstreeks grondwater gaan oppompen uit de grond. Dit heeft een hoog temperatuur. Dit heeft een hoog temperatuurbereik van plus 7 tot plus 12 graden. Een tweede manier is bodemwater. Bodemwater is overal, bodem is overal beschikbaar. Dan gaan we boren en een sonde in de grond steken om zo de warmte gaan te onttrekken uit de grond. Dit heeft een temperatuurbereik van min 4 tot plus 10 graden. Een derde manier is lucht. Lucht heeft als grote voordeel dat het altijd en overal beschikbaar is, maar heeft als aandachtspunt dat we met een groot temperatuurbereik zitten. Een temperatuurbereik van min 15 tot plus 30 graden. Een eerste manier van warmte onttrekken uit de boring kunnen we gaan doen via een aardcollector. Een aardcollector is een horizontaal captatienet, is een horizontaal vlak dat we op ongeveer 1,2 tot 1,5 meter onder de grond gaan bevestigen en met een legafstand van bij PE25 ongeveer 0,5 meter van elkaar. Een belangrijk punt bij horizontale captatienet is dat we het natuurlijk verloop van de bodemtemperatuur kunnen gaan garanderen. Hier ziet u dat op een diepte van 1 meter we in februari een temperatuur hebben van 5 graden en in augustus een temperatuur hebben van 16 graden. Dit wil zeggen dat de aarde zich zal regenereren door middel van regenwaterinsijpeling of door middel van zoninstraling. Daarom is het belangrijk dat bij een horizontaal captatienet dat we de grond moet doordringbaar zijn voor water, zodat deze bron zich zal kunnen gaan regenereren. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is om tuinhuis of asfalt of beton te gieten op plaatsen waar een horizontaal captatienet geplaatst is. Wanneer we dan zo'n horizontaal captatienet moeten gaan bepalen, dan is het heel belangrijk dat we weten welk type ondergrond we hebben. Als voorbeeld gaan we ervan uit dat we een woning hebben met een droge leemgrond, welke een beschikbare grondwarmte heeft van 20 tot 25 watt per vierkante meter. Als voorbeeld hebben we een warmtepomp genomen die een vermogen heeft van 10,36 kW secundair aan de woning. Als we dan in onze PLA gaan kijken van Vitocal 200G of 300G, dan zien we dat deze warmtepomp een primaire vermogen heeft van 8,43 kW. Wanneer we dan 8,43 kW gaan moeten onttrekken aan de grond, dan moeten we de 843 kW vermenigvuldigen met bijvoorbeeld 25 watt per vierkante meter. En dan zien we dat we een minimale oppervlakte nodig hebben van 337 vierkante meter om de installatie betrouwbaar en goed te gaan laten werken. Er zijn nog twee vuistregels die hier bij een horizontale captatienet van te pas komen. Hoe vochtiger de bodem, hoe meer warmte er kan onttrokken worden aan de bodem. En een vuistregel om snel te gaan bepalen of het mogelijk is om via een horizontaal captatienet te werken, is dat uw grondoppervlakte is circa 2 keer de woonoppervlakte die zal moeten gaan verwarmd worden. Wanneer we dan zo een horizontaal captatienet gaan dimensioneren, dan is het zeer belangrijk dat we weten welke bodemkwaliteit we hebben. In ons voorbeeld gaan we er nu vanuit dat we als bodemkwaliteit droge leemgrond hebben en dit heeft een beschikbare grondwarmte van 20 tot 25 watt per vierkante meter. Als we nu ervan uitgaan dat we een warmtepomp nodig hebben van 10 kW en we hebben de warmtepomp, de Vitocal 300G, gedimensioneerd met een secundair vermogen van 10,36 kW, dan vinden we in onze planningsdocumenten terug dat we hier een primair vermogen hebben, een koelvermogen hebben van 8,43 kW. Deze 8,43 kW moeten we dan vermenigvuldigen met 25 watt per vierkante meter en dan komen we uit dat deze warmtepomp minimum 337 vierkante meter oppervlakte nodig heeft om een horizontaal captatienet te gaan plaatsen. Een grondregel is dat hoe vochtiger uw bodem is, hoe meer warmte er kan gaan onttrokken worden, omdat door die vochtige grond de bron sneller en beter zal geregenereerd worden. Een vuistregel is dat de grondoppervlakte die u ter beschikking heeft ongeveer 2 keer
de oppervlakte moet zijn van de te verwarmen woonoppervlakten die u nodig hebt. Hier ziet u dan enkele voorbeelden hoe dan een grondcollector eruit ziet van een horizontaal collectorveld met het afschrapen, het uitgraven van de grond tot op ongeveer 1,5 meter. Vervolgens gaan we de lussen erin leggen, lus per lus op 100 meter, welke dan via een collector worden aangesloten en dan zo naar het primair gedeelte van uw warmtepomp gebracht worden. Naast de horizontale collector, het captatienet, kunnen we ook gaan werken via een verticale collector. Dit zijn dan een aardzonde. Hier ziet u hoe zo'n aardzonde eruit ziet. Via 1, 2 of meerdere boringen gaan we verticaal in de grond gaan boren. En we gaan hier een lus inzetten waar we een antivries, bijvoorbeeld glycol, gaan laten stromen. Om zo de warmte te gaan onttrekken uit de boring. Belangrijk is dat voor deze principes van warmtepompen, we toelating moeten gaan vragen bij de gemeente. Dit moet tijdig aangevraagd worden. Ook het type grond dat we daar ter beschikking hebben zal afhankelijk zijn van hoe vaak, hoeveel en hoe diep we gaan moeten boren. Wanneer we bij een verticale collector, een grondboring, gaan boren, is het ook belangrijk dat we weten welk type grond dat we ter beschikking hebben. In ons voorbeeld gaan we gebruik maken van vochtige zandgrond, welke een beschikbare grondwarmte heeft tussen de 50 en de 60 watt per vierkante meter. We nemen hetzelfde voorbeeld als daarstraks, dus we hebben een calorisch vermogen van 10,36 kilowatt warmtepomp. Als we in de planningsdocumenten gaan kijken, zien we dat we daar dan een 8,43 kilowatt koelvermogen uit de grond gaan moeten trekken. Dus als we dan 8,36 vermenigvuldigen met 50 watt per meter, dan zullen we hier een boring nodig hebben van 186 meter. Dit zullen we kunnen opsplitsen in bijvoorbeeld twee boringen van 84 meter. Het is belangrijk dat u de boring laat uitvoeren door een erkend boorder, Het is belangrijk dat u de boring laat uitvoeren door een erkende boorder, welke u ook zal zeggen hoe diep u moet boren om een bepaalde warmte te gaan onttrekken uit de grond. Meer informatie kan u terugvinden in rubriek 55 van het Vlaar. Hier ziet u dan een voorbeeld van hoe dat we de aardzondes gaan inbrengen. Eerst gaan we een boring uitvoeren. Ten gevolge van deze boring kan men gaan kijken welke aardlagen we hebben, om zo te bepalen hoe diep deze boring gaat moeten gebeuren. Hierna gaan we de sondes in het boorgat gaan steken. Deze wordt dan via de leidingen verbonden aan onze collector en zo naar de primaire zijde van de warmtepomp gevoerd. Een andere manier van warmte onttrekken kunnen we doen via water. We kunnen een water-water warmtepomp gaan bouwen. Hier zullen we grondwater gaan gebruiken als primaire energie. Wanneer we dit doen, is het belangrijk dat we zowel een aanzuig als een retourput nodig hebben. We gaan water gaan oppompen uit de boring. Maar dit water moet in dezelfde aardlaag terug gaan geïnjecteerd worden. Om dit uit te voeren, moeten we toelating vragen aan de gemeenten of aan de provincie om deze boringen mogen uit te voeren. Wanneer we een water-water installatie gaan uitvoeren, is het steeds verplicht om een tussenwisselaar te gaan plaatsen, zodat we de warmtepomp gaan beschermen. Wanneer we een water-water installatie gaan uitvoeren, is het steeds verplicht om een tussenwisselaar te gaan plaatsen. Deze dient om ervoor te zorgen dat we geen vervuild water in de verdamper van de warmtepomp krijgen. Het secundair circuit dat naar de warmtepomp gaat, is dan gevuld met glycol. Dit voor een groot onderhoudsgemak en voor een bedrijfszekerheid van de installatie. Wanneer we via water-water warmtepompen gaan werken, is het absoluut noodzakelijk om twee boorputten te hebben, een aanzuig- en een retourboring, welke in dezelfde watervoerende laag uitkomen. Een wateranalyse is absoluut noodzakelijk om de aanwezigheid van ijzer te detecteren. De stroomrichting van de ondergrond van het water moet gerespecteerd worden. De bron moet een debiet aankunnen van 0,2 tot 0,3 kub per uur per kilowatt warmtepompvermogen. Dit wil zeggen dat we voor een eengezinswoning tussen de 4.000 en de 8.000 kubieke meter per jaar zullen moeten kunnen gaan oppompen. Het brondebiet moet gecontroleerd worden aan de hand van een pomp bij een bestaande bron. De retourput moet het debiet van de aanzichtput kunnen verwerken.
en een studie en uitvoering moet overgelaten worden door een professionele putboerder. Heel belangrijk is dat de COP houdt geen rekening met de bronpomp, waardoor dat het rendement van een waterwaterinstallatie lager zal zijn dan deze van een grondwaterinstallatie. Een andere manier van primaire bron is lucht. Bij luchtwaterwarmtepompen gaan we een onderscheid maken tussen monobloks of splitwarmtepompen. Bij monoblokwarmtepompen zitten volledige koelmodulen in de buitenunit en dit heeft als voorbeeld dat we een heel eenvoudige installatie hebben. We zetten de unit buiten op een sokkel en we gaan bij twee hydraulische leidingen naar de binneninstallatie. Het is wel belangrijk dat een vrije toevoer van luchtgebied moet gegarandeerd worden. Uiteraard moet er rekening gehouden worden dat de buitenunit elektrisch moet gevoed worden en dat er communicatie moet zijn tussen een binnenmodule en een buitenmodule. Naast de monoblok hebben we ook de splitwarmtepomp. De splitwarmtepomp heeft als voordeel dat het een heel eenvoudige installatie is. We hebben een buitenunit en een binnenunit en deze zal verbonden moeten worden met koeltechnische leidingen. Het voordeel aan deze installatie is dat de leidingen onmogelijk kunnen bevriezen omdat deze leidingen gevuld zijn met een koelmiddel. Eenmaal vanuit de binnenunit naar het cv-gedeelte gaan we vullen met cv-water om zo het transport te kunnen geven van de warmte.